Hallo, ik ben Thijs van Este en ik zou jullie willen uitnodigen voor de Refugee Walk op 29 september in Leuven, georganiseerd door Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Waarom zou ik jullie willen uitnodigen daarvoor? Het is tegenwoordig nogal mode om heel extreme uitspraken te doen. Ofwel zijn de dingen pikzwart, ofwel zijn ze spierwit. Dat is allemaal goed om op korte termijn heel veel stemmen te halen en voor een beetje de mensen uit elkaar te drijven. Maar op lange termijn werkt dat niet volgens mij. En de realiteit is volgens mij ook veel complexer. Ik denk niet dat iemand dagenlang op zijn blote voeten, bij wijze van spreken, door de woestijn gaat zitten lopen of op een rubber bootje met zijn gezin de oceaan gaat oversteken met risico van zijn eigen leven en dat van zijn kinderen. Gewoon om hier te komen profiteren. Dat klopt niet, dat kan niet kloppen. We mogen ook niet vergeten dat we zelf, ik denk amper 60 jaar geleden, vluchtelingen waren bijna. Vele zijn zelfs moeten gaan vluchten. En dat kan ons altijd terug overkomen. Dus een beetje inlevingsvermogen en begrip is volgens mij wel op zijn plaats hier en dan. Zo nu en dan. Dus, allemaal welkom op de Refugee Walk in Leuven op 29 september. Als je niet kunt komen wandelen, probeert ze te steunen op een andere manier. Welkom allemaal.